vraag die we vandaag gaan stellen. Hoe zouden wij gereageerd hebben als wij een van de twee criminelen waren die aan elke kant van het kruis hingen waar Jezus hing? Daar gaat het vandaag over. Jezus en de twee criminelen. Klinkt goed, hè? Jezus en de twee criminelen. Ja, de Bijbel zegt misdadigers, maar ik vind de criminelen wel wat eigentijdser klinken. Want dat waren het gewoon. Criminelen, laten we eens lezen. In Marcus 15, vanaf vers 25 tot en met 32. Het was het derde uur toen zij hem kruisigden. En het opschrift dat de beschuldiging tegen hem vermeldde luidde: de koning van de Joden. En met hem kruisigden ze twee rovers. Eén aan zijn rechterzijde en één aan zijn linkerzijde. En het schriftwoord is vervuld geworden dat zegt: hij is met de misdadigers gerekend. En de voorbijgangers spraken lastertaal tegen hem. Ze schudden hun hoofd en zeiden: ha, jij die de tempel afbreekt en in 3 dagen opbouwt, red uzelf. Kom af van dat kruis. Evenzo spotten de overpriesters onder elkaar samen met de schriftgeleerden. En ze zeiden: anderen heeft hij gered, zichzelf kan hij niet eens redden. Laat de Christus, de koning van Israël, nu maar afkomen van het kruis. Dat wij het zien en geloven. Ook die met hem gekruisigd waren, beschimpte hen. Zullen we nog één moment bidden met elkaar? Heer, dank u wel voor uw woord. Heer, en als we zo gaan nadenken over deze twee criminelen, deze twee misdadigers, en hoe zij reageerden op u, Heer. Heer, zo bid ik, Vader God, dat we vandaag zullen reageren als die ene misdadiger. Heer, die zijn hart opende voor u, Heer. En die geloofde in wie u werkelijk was. Zijn ogen gingen open. Heer, en zo bid ik dat vandaag ook ogen open gaan voor wie u bent. En dat u redder bent van de wereld. En dat u stierf voor degene die schuldig waren. Heer, wij zijn zoals die misdadigers. Wij zijn schuldig. Heer, maar u nam onze schuld op u en u droeg onze straf. En daarom mogen wij hier nu zijn. Heer, in uw aanwezigheid. Daar dank ik u voor. In Jezus' naam. Amen. Amen. Ja, deze misdadigers, deze criminelen, ja, dat waren geen Vlugge Jaapie en B2. Kennen jullie Vlugge Jaapie en B2 nog? Ja, het waren ook niet die domme boeven van Home Alone die door een jochie van 10 in de maling genomen worden. Dit waren gewoon mannen die geen ontzag hadden. Ja? Voor niets en voor niemand. Ja? Die hingen daar niet voor niets. Nou, en zo waren ze ook vol disrespect naar Jezus toe. Dus totaal geen ontzag voor Jezus, voor degene die in het midden hing. En ze maakten hem belachelijk en ze bespotten hem. Want als je net hebt gelezen, eindigt het vers dat ook degene die met hem meegekruisigd waren, beschimpte hem. Dat wil dus zeggen dat beide hem beschimpten. Ik weet misschien, ja, nee, maar Remco, dan spreekt de Bijbel elkaar tegen. Nee, de Bijbel is een puzzel. En de evangeliën zijn allemaal geschreven vanuit een ander invalshoek, door een andere ooggetuige. En die puzzel moet je bij elkaar leggen. Dus in het begin, de twee misdadigers bespotten Jezus. Maar als ze hadden geweten wie Jezus was, wie hij echt was, hadden ze hem nooit zo bespot. Hadden ze hem nooit zo belachelijk gemaakt. Nou, ik heb ook eens een keer zoiets meegemaakt, dat ik iemand een beetje disrespectvol behandelde. Maar dat kwam omdat ik niet wist dat wie het was. Nou, ik zal even wat context geven. Ik was 18, ik ging naar de Bijbelschool. Ja, en ik was zo'n straatjochie met petje achter tevoren, wijde broek. En ik praat heel erg Amsterdams, weet je wel. Af en toe dan kom ik nog eens daar in die contraien en dan begin ik in één keer zo Amsterdams te praten, weet je wel. Het gaat gewoon vanzelf. En denk ik, het is eigenlijk wel lekker zo Amsterdams praten. En dan ga je zo praten, maar dan zeg je hoi je tegen de kassière bij de kassa. En dan denk je, oh nee, hoi je, dat moet ik hier niet zeggen. Dat staat niet in Amsterdam, die hoi je zegt, weet je wel. Maar in ieder geval, zo kwam ik die Bijbelschool op en ik had net voor Jezus gekozen. Dus er waren nog heel veel ruwe randjes aan mij. Ja, ik was een ruwe diamant. God zag het helemaal zitten met mij. Maar er was nog heel veel werk te doen. Ja? Want uiteindelijk moest hij me klaarstomen om jullie als gemeente te leiden. Nou, daar was natuurlijk heel veel werk voor nodig. Ja. Dus er was, ja, een van de dingen die je dan moet leren is luisteren. Hè? Luisteren naar gezag. En dat is soms wel moeilijk. Hè? Ik was ook tikkie rebels af en toe. En wat gebeurde er dan? Je had dan bepaalde regels. In de tweedejaars, ik was eerstejaars, hartelijk welkom, neem lekker plaats. De tweedejaars, die moest een beetje een oogje houden op de eerstejaars.
En dus we sliepen ook met de tweedejaars op de kamer. En op een gegeven moment had je bepaalde regels. Ja, zo laat moet je in bed liggen, zo laat moet je op je kamer zijn, zo laat moet je... tot zo laat mag je douchen. Nou, wie van jullie vindt dat heerlijk om te douchen? Zo lekker, oh, heerlijk. En je kan er niet uitkomen, ja. En de waterrekening loopt maar op, ja. Nou ja, zo'n moment had ik ook gewoon, oh, heerlijk. Wat, oh, dank u, Heer, voor lekkere douches, voor warm water. En we begonnen te beatboxen met mijn vriend Skander. En, en we begonnen te rappen. En hey, dat klinkt allemaal zo lekker, hè. Klinkt 10 keer zo goed, hè. Je kan zo lelijk zingen als maar kan. Maar als je onder de douche staat, dan klink je als Whitney Houston, Mariah Carey. Nou, zo'n momentje. Maar ja, toen was het op een gegeven moment tijd. Maar ja, waterdichte horloges, die had je volgens mij toen nog niet. En nou ja, goed, uiteindelijk werd mij gevraagd. Vriendelijk gevraagd, dat is gewoon heel vriendelijk. Remco en Skander, jullie moeten uit de douche komen, want het is bijna tijd. En wij gewoon door beatboxen. En dan, nee, joh, we hebben, ah, het is zo lekker, nee, we hebben geen zin. En nou, dan kwam er nog een tweedejaars. Nu moeten jullie echt eruit komen. Ja, daar hebben we geen zin in, maar donder op, man, laat ons met rust. En dan boom, 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 weer door. En op een gegeven moment horen we weer een stam. En nu eruit komen. Ah, pinda, laat ons met rust, zei ik zo. En toen in één keer zei Skander, hoor ik zo door de douche de... Remco, het is Thomas. Thomas. Joh, op dat moment, jongen, echt. Ik wilde gewoon door het doucheputje afgevoerd worden. Want Thomas, dat was een oudere man. Dat was de directeur van de Bijbelschool. Hij had zo'n snor. Echt, als je al naar die snor keek, dan dacht je... Wow, wow, daar ga je geen grappen mee maken, weet je. Maar het was Thomas. Dus ik had Thomas Pinda genoemd. Dus ik denk, hoe ga ik hier uitkomen? Dus ik deed maar net alsof ik nog steeds niet door had dat het Thomas was. Dus Remco eruit komen. Hey, man, geen zin in. Man. En uiteindelijk zei Skander, Rem, hou op, want... Het is gewoon Thomas. Ja, dat is gewoon duidelijk. Dus nu moet je gewoon uit die douche komen. En ik vond het zo moeilijk om hem onder ogen te komen. Ik had ontzag voor hem. Maar omdat ik niet wist wie die was... dacht, dat is een van die lastige tweedejaars. Noemde ik hem Pinda. Weet je? Als ik had geweten dat het de directeur was... had ik hem nooit Pinda genoemd, natuurlijk. Dus ik kreeg mijn verdiende straf. Thomas die geloofde wel dat ik dacht dat hij een tweedejaars was en niet de directeur. Dus ik werd niet geschorst. Maar Skander en ik moesten de hele landgoed, want het was al een landgoed, moesten wij allemaal ontdoen van papiertjes. En we moesten het harken. Nou, dat was onze straf. Nou, waarom vertel ik nou dit verhaal? Omdat hier in dit verhaal, deze twee criminelen, ze wisten niet... wie daar in het midden hing. Als ze echt geweten hadden wie hij was, hadden ze hem nooit bespot, hadden ze hem nooit beschimpt. Nee, dan hadden ze een hele andere manier, een hele andere houding gehad. Maar omdat ze niet wisten wie hij was, behandelden ze hem onrespectvol. Jezus, hij hangt daar aan dat kruis. En hij wordt belachelijk gemaakt door alles en iedereen. Door de voorbijgangers staat er. Door de hoge priesters, de priesters, door de soldaten. Weet je, en dan verwacht je, tenminste dat zou ik verwachten, hè, als je daar hangt met z'n drieën. Dan zou je toch van links en rechts, zou je toch wat steun verwachten. Want je zit allemaal in hetzelfde schuitje. Ja? Het is al verschrikkelijk dat mensen je zo bespotten, ja, als je daar hangt. En dan alsof het al niet erg genoeg is, dan links en rechts van hem doen ze gewoon mee. Jezus wordt finaal de grond in. Geboord. Hij wordt bespot. En als je gepest bent, of als je daarmee te maken hebt gehad, dan weet je hoe mensen pesten. Mensen pesten door je op je zwakheid te pakken. Ja? Ah, jij met je bril, brillemans, hè? Wat kom jij nou doen? Of hey, kale, weet je, of hey, dunne, of dikke, of weet ik veel wat. Hey, dove. Zoals ze tegen mij zeggen, nu ze me zo zien met mijn oorapparaatje. Wat ik sinds een paar weken draag. Maar het is eigenlijk wel heel erg leuk om dit te dragen. Dat zal ik je uitleggen. Kijk, het is iets voor wat geassocieerd wordt met oudere mensen. Hè? En op de een of andere manier doorbreek ik nu een taboe. Iedereen mag een bril dragen. Dat is allemaal oké. Maakt niet uit. Ook al ben je 9 jaar, een bril dragen, is oké. Maar als je oorapparaat draagt, dan ben je bijna een debiel of zo, weet je wel. Nou ja. Maar ik heb hem gewoon, ik draag hem en ik laat daarmee mijn zwakheid zien. En ja, dan kunnen mensen zeggen, hey, ja, doof, hey, wat zeg je? Ja, ik hoor je niet. Ja, nee, je hebt een banaan in je oor of weet ik veel wat. Maakt allemaal niet uit. Maar wat ik juist merk is nu dat mensen
Zeggen, hé, ik heb ook een oorprobleem. Hé, hoe werkt dat apparaatje dan? En allemaal mensen die in één keer met mij gaan praten over hun oorproblemen. Dus mensen, schaam je niet als je oorproblemen hebt, ja? Ik heb tegen Mireille gezegd, joh, ik ga een nieuwe trend zetten. Gewoon, dit wordt cool. Hè? Over 5 jaar hebben mensen helemaal geen oorproblemen, maar dan lopen ze allemaal met dit. Omdat het gewoon cool eruit ziet, ja? Ja, ze doen ze gewoon met brillen. Mensen zetten brillen op, gewoon dat het cool eruit ziet. Ja? Ja? Oké. Okay. Dit is de nieuwe cool. Dus bereid je maar voor. Nou. Jezus wordt gewoon onderuit gehaald. Jij bent een Messias. Kijk je nou hangen. Lekkere Messias ben jij, weet je wel. Hang je daar zo aan dat kruis. Hij wordt gewoon gekwetst. Maar hij reageert er niet op. Hij gaat zich niet terugverdedigen. Hij gaat niet zeggen, en jij hangt er dan lekker bij. Ja, lekker mislukte crimineel ben jij dan, dat jij hier hangt, weet je wel. Je dagen zijn geteld. Nee, hij gaat ook niet hem terugpakken. En ik weet niet hoe het met jullie zit, maar in de beeldvorming hebben we het beeld dat één goede misdadiger was en één slechte. Ja? Tenminste, dat is mijn beeld wel, toen ik hier wat verder op inging. Maar eigenlijk alle twee waren hetzelfde. Ze waren alle twee mee aan het doen met Jezus bespotten. Maar dan gebeurt er iets. En er gebeurt iets in het hart van die ene misdadiger. En laten we eens lezen in Lucas 23 vanaf vers 32. Samen met Jezus werden nog twee andere beide misdadigers weggeleid om terechtgesteld te worden. En aangekomen bij de plek die de schedelplaats heet, werd hij gekruisigd samen met de twee misdadigers. De een rechts van hem en de ander links van hem. En Jezus zei, Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen. Jezus, uiteindelijk doet hij zijn mond open en dan komt er een woord uit wat voor die beide misdadigers onbekend is. Dat zijn gangsters, dit komt niet in hun woordenboek voor. Vergeving, nee, ze gaan overlijken. Ikke, en de rest kan stikken. En in één keer spreekt Jezus over vergeving. En Jezus, hij spreekt tot de menigte. Vader, vergeef het ze, maar ze weten niet wat ze doen. Maar hij spreekt ook links en rechts van hem. Kijkt ze in de ogen. Vader, vergeef het hem, want hij weet niet wat hij doet. Vader, vergeef het hem, want hij weet niet wat hij doet. Vader, vergeef het hem. Want ze weten niet wie ik ben. Als ze wisten wie ik ben, hadden ze nooit zo gereageerd. Dan hadden ze vol ontzag over mij gesproken. Als ze wisten wie ik ben, dan hadden ze me geprezen. In plaats van me te bespotten. Er is maar één wiens hart hierdoor geraakt werd. De rest ging gewoon door met spotten. Ook die andere misdadiger lezen we in vers 39... Die zegt spottend tegen hem, jij bent toch de Messias? Red jezelf dan en ons erbij. Nou, dit is natuurlijk niet een echte bewering van u bent de Messias. Een soort proclamatie van u bent de Messias. Nee, dit is natuurlijk heel sarcastisch gezegd. Jij bent toch de Messias? Nou, sorry hoor, maar de Messias is een overwinnaar. Een Messias zou zegen vieren. Kijk jij nou daar eens hangen. Ja, kijk eens hoe je eindigt nu. Over een paar uur sterf je. Lekkere Messias ben jij. En deze crimineel, die is gewoon boos. Boos op God. Waarom overkomt mij dit? Waarom hang ik hier? En zo kunnen wij soms ook reageren. Dat we dingen niet begrijpen. En dan zeggen we, u bent toch God? Ja, doe hier iets aan. Help me dan. En dan kunnen wij een bepaalde manier God aanspreken, weet je, waarin geen ontzag zit. Want God is wel de God van hemel en aarde. En wie zijn wij om God op het matje te roepen? God hoeft zich niet te bewijzen aan ons. En Jezus, hij reageerde er niet op. Want hij hoefde zich niet te bewijzen. Nee, laat ze me maar bespotten. Over 3 dagen, dan bewijs ik dat ik de Zoon van God ben. Want dan sta ik op uit de dood. Laat ze me nu maar bespotten. Laat ze me nu maar bespugen. Hij zegt niet, ik ben de Messias. Hij gaat zich niet verdedigen. Hij komt niet van dat kruis af. Poem, poem, de spijkers die vliegen eruit. En hij pakt het kruis uit de grond en hij begint iedereen te meppen. Bah,
bam, bam, zal jullie leren. En dan pakt hij het kruis van de ene misdadiger. En met man en al zit er nog aan. En dan doet hij hem zo, bam, zo op zijn neus. Zo, bam, hè? Ja, mij bespotten. Hè? Ik ben de Messias. Ja, ik ben de Messias. Bam, bam. En wie ben jij? Wie ben jij? Hè? Zo zou een Hollywoodfilm eindigen. Nee. Als Jezus iets gezegd zou hebben, dan had hij gezegd, ja, ik ben je aan het redden. Maar als ik mezelf red, dan kan ik jou niet redden. Want ik ben je aan het redden op een manier die jij niet begrijpt. Ik ben voor jouw zonde aan het sterven op dit moment. Red jezelf, red jezelf. Als Jezus dat gedaan had, dan had hij ons nooit gered. En dan zegt hij, en red mij er dan ook even bij. Eigenlijk had hij zoiets van, stel hij is het toch. Dan is er maar één reden waarom ik dit vraag. Dat is dat ik van dit kruis afkom. En dat ik mijn leven kan leven. Hij is gewoon eigenlijk Jezus voor zijn karretje aan het spannen. En zoveel mensen roepen tot God in een uur van nood. Maar alleen met de reden om op de korte termijn ergens van af te zijn. Om God voor je karretje te spannen. God als een Sinterklaas te behandelen. Zodat jij er even momenteel ietsje beter van wordt. En daarna vergeet je God. Ja, zo'n vraag was dit, red mezelf. Ja, het is niet van Jezus wordt mijn redder. Nee, haal me van dit kruis af. Zodat ik verder kan leven. En dan doet de andere zijn mond open. Die zegt, heb je zelfs dan geen ontzag voor God, nu je dezelfde straf ondergaat, staat vanaf vers 40, 41. Wij hebben onze straf verdiend en worden beloond naar onze daden. Maar die man heeft niets onwettigs gedaan. Nou, een hele andere houding in één keer van die andere misdadiger. Eerst bespotten die en beschimpten die nog. Maar de woorden, vader, vergeef het ze. En ze weten niet wat ze doen. Hoe Jezus naar hem keek, de liefde in zijn ogen. Hij merkte, hey, deze man is niet zomaar iemand. Dit zou best wel eens iemand kunnen zijn die van God gezonden is. In één keer gingen zijn ogen open. Deze man is onschuldig. En wat doet hij? Hij zegt, en ik ben schuldig. Wij hebben onze straf verdiend. En op dat punt moeten we ook allemaal komen in ons leven. Dat we ook erkennen en belijden dat we schuldig ten opzichte van God staan. En dat we een redder nodig hebben. En hij, net zoals Pilatus, net zoals Judas, die hebben dat ook geconstateerd, zegt nu ook, Jezus is onschuldig. Een onschuldige hangt hier aan het kruis. En in één keer krijgt hij iets wat hij al heel lang niet meer had. Ontzag. Ontzag voor God. Heb je geen ontzag voor God dan? En daarmee zegt hij eigenlijk, ik heb dit wel. In één keer kreeg hij ontzag van God. Als crimineel had hij zijn geweten geblokt. Weet je, en veel mensen willen niet dat er een God is. Ja? Want dan moet je je verantwoorden. Ja, dan is er iemand die meekijkt. Nee, ik heb liever dat we van de aap afkomen en dat we gewoon. En als we doodgaan, dan is er niks. Weet je, lekker makkelijk. Hoef ik me ook nergens druk over te maken. Hoef geen verantwoording af te leggen. Weet je, en hij had dat helemaal uitgeblokt. Maar hier kwam in één keer de vreze des Heren weer over hem. Dat is het oude MBG, hè? De vreze des Heren. Het ontzag voor God. En ik denk dat het heel belangrijk is dat wij ook zo reageren, zoals die ene misdadiger. Dat we vol ontzag zijn voor wie God is. Natuurlijk is Jezus onze vriend. En Jezus, we kunnen heel dicht bij hem komen. Maar hij is ook God. Ja, we mogen ontzag voor hem hebben. In Spreuken 14 vers 2, daar staat, wie de juiste weg volgt, toont ontzag voor de Heer. Wie verkeerde wegen gaat, minacht hem. Ja, jarenlang hebben ze hem geminacht, hebben ze God geminacht. Ze zijn verkeerde wegen ingeslagen. Maar in één keer krijgt hij ontzag voor de Heer en hij wil een andere weg inslaan. Maar ja, er was één probleem. Hij kon niet meer van het kruis af. Ja, hij zou gewoon sterven. Maar in zijn hart wilde hij wel een andere weg inslaan. Ontzag voor de Heer maakte dat er een verandering in hem teweeg kwam. En hij erkent dat hij schuldig is. En de vergeving waar Jezus over spreekt, vader vergeef het hem, want hij weet niet wat hij doet. Hij weet, ja inderdaad, ik heb vergeving nodig. Ik heb een schuld en ik kom er niet van af. Maar die vergeving waar deze man in het midden over spreekt, ja,
dat gaat over mij. Ik heb vergeving nodig. En ik geloof dat vergeving is zoiets krachtigs. Omdat het iets goddelijks is. Het is iets tegennatuurlijks. Het is iets bovennatuurlijks. En vergeving krijgen terwijl je het niet verdient. Dat maakt iets duidelijk van het karakter van God. En ik geloof dat dat zijn hart raakte. Dat het zijn hart opende. Nou, en ik wil een filmpje laten zien. Wat gaat over vergeving. En het gaat over een jongen die zijn vader opzoekt in de gevangenis. En die vader heeft zijn moeder vermoord. En het zou zomaar kunnen dat hij de doodstraf zou krijgen. En ik heb altijd naar de filmpje gekeken als van hebben wij elkaar vergeven. Maar probeer nou zo te kijken dat die zoon Jezus is. En dat jij achter het glas zit. En dat jij schuldig bent. En dat jij een van die misdadigers bent. Nou, laten we dat eens met elkaar kijken.
Ja, Jezus die kijkt links en rechts van zich en die zegt hetzelfde. Je hebt mij bespot. Je hebt me geminacht. Je hebt me afgewezen. Je hebt me de rug toegekeerd. Je hebt allerlei zonden begaan. En dan kijkt hij links en rechts van hem. En dan zegt hij, maar ik vergeef je. Ik vergeef je. Je kan uit die gevangenis komen. Ja? Je verdient die straf, je verdient die schuld. Maar ik neem het van je over. En dan kan je twee dingen doen. Dan kan je reageren. Zoals de misdadiger. Die zijn hart opent voor Jezus. Je kan ook reageren zoals die andere misdadiger. En boos blijft op God. Die blijft afwijzen. En niet aanneemt als Heer. En de misdadiger wiens hart geraakt wordt door hoe Jezus doet, wat hij zegt. Die zegt dan uiteindelijk het volgende. En die vraagt het volgende aan Jezus. Met zijn laatste krachten. Ja? Want uiteindelijk, hij had weinig adem meer en weinig kracht meer. Geen kracht meer om een heel gebed te bidden. Maar wat er nog wel uitkwam, was het volgende. Jezus, denk aan mij wanneer u in uw koninkrijk komt. Denk aan mij, Jezus. Wees me genadig. Ik weet dat ik misschien te laat ben. Ik sta op punt te sterven. En ik heb al die dingen gedaan in mijn leven. Maar Heer, u had het net over vergeving. Ik ben degene die vergeving nodig heeft. Denk aan mij. Als u in uw koninkrijk komt. Tegelijkertijd zegt hij daarmee dat Jezus koning is. Hij ziet in één keer wie Jezus is. Hij is onschuldig. Hij is een koning. En hij gaat naar zijn koninkrijk. Die niet van deze wereld is. Weet je? Deze twee mannen wisten dat ze dood zouden gaan. Dan zeg je, ja Remco, dat weten wij toch ook. We gaan allemaal dood. Ja. Maar deze mannen wisten dat ze over een enkele uren dood zouden gaan. En wat doet dat met je? Als je weet, ik ga sterven. In één keer ga je denken, wat hierna? Wat als ik mijn laatste adem uitblaas? Waar kom ik dan terecht? En dit was een moment, deze misdadiger. Die dacht, wacht eens even. Ik heb zoveel verkeerd gedaan in mijn leven. Er kwam in één keer een ontzag over hem, een ontzag voor God. En in één keer al die dingen die hij vroeger had geleerd op de zondagschool kwam naar boven. En hij dacht, oh man, ik moet het in orde maken met God. Ik heb vergeving nodig. Ik heb genade nodig. Wilt u aan mij denken als u in die paradijs komt? En dan zegt Jezus, dacht het niet hè? Jij onbeschoft, hoe durf je dat te vragen? Jij verdient het om hier te hangen. Blijf maar lekker hangen dan. Nee, jij hebt je doodstraf verdiend en ik wil niks meer horen. Nee, hij zegt, heden zul je met mij in het paradijs zijn. Hij neemt de uitnodiging aan. En dat is wat er gebeurt als je zegt, Jezus, ik geloof in u. Ik geloof wat u voor mij heeft gedaan. Genade is daar voor jou. Ook al is het op het laatste moment. Maakt niet uit hoeveel je verkeerd gedaan hebt. Er is genade. Er is vergeving. In dit leven. Want op het moment dat je je adem uitblaast, kom je voor Jezus te staan. En dan is er één vraag die klinkt. Eén vraag die belangrijk is. En die luidt. Wat heb je gedaan met mijn zoon Jezus? Heb je je neus voor hem opgehaald? Heb je hem bespot? Heb je alleen maar aan jezelf gedacht? Wat kan God voor mij doen? Of ben je zoals die ene die zegt, Heer, vergeef mij. Ik geloof in wie u bent. Ik heb u nodig. Staat in Hebreeën, staat het volgende. Eens moeten mensen sterven en daarna volgt het oordeel. Het is heel makkelijk om te geloven, als ik sterf, dan word ik in de grond gestopt en dan is het gewoon op zwart en dan eindigt het. Maar we zijn gemaakt naar Gods beeld. En God is eeuwig. Ja. En wij hebben een ziel en een geest in ons. En die leeft eeuwig voort. Vanaf de conceptie was bepaald dat jij eeuwig zou leven. En als je in dit leven niet bij Jezus wil zijn, als je niks met hem te maken wil hebben, dat betekent dat je ook kiest dat je voor eeuwig niks met Jezus te maken wil hebben.
kan niet zo zijn dat je je laatste adem uitblaast en denkt, oh, het is toch waar. Nee, genade geldt in het leven nu. Maar als je je adem uitblaast, dan volgt er een oordeel. Wat heb je gedaan met mijn zoon Jezus? En ik weet, het is geen populaire iets om te zeggen, maar het is wel de waarheid. En daarom moeten we er wel over spreken. Hoe reageer je? Welke misdadiger was bij hem in het paradijs? Alle twee? Ik denk het niet. Eén misdadiger wilde niks met Jezus te maken hebben. Terwijl hij de dood in de ogen keek, had hij geen ontzag voor God. Was alleen maar bezig met zichzelf. Hoe kom ik van dit kruis? Was helemaal niet meer bezig dat er een onschuldige naast hem hing. Als je in dit leven nee zegt tegen Jezus, dan wil je ook in het leven hierna niet bij hem zijn. Kan je ook niet bij hem zijn. En daarom is vandaag het moment. Vandaag is de vraag. Als welke misdadiger reageer je? We zijn allemaal schuldig voor God. En er komt een moment. Dan gaan we. En je weet niet wanneer het is. Niemand kan zeggen het uur of de dag dat je sterft, dat je laatste adem uitblaast. En van de week een chauffeur, 62 jaar, hier op de A76, verongelukt. Denk je dat hij vorige week wist dat hij nu en niet meer zou zijn? Nee. Leef alsof elke dag je laatste is. Wees klaar voor het moment dat Jezus komt. Dat je voor de troon van God komt te staan. Zorg dat je ziel gered is. De ene misdadiger was alleen maar bezig met zijn lichaam te redden. Maar die ander, die accepteerde dat hij zou sterven. Dit is een lichaam. Dit is slechts tijdelijk. Ik heb redding nodig. Maar niet van mijn lichaam dat ik van dit kruis gehaald word. Ik heb een redder van mijn ziel nodig. Jezus, denk aan mij. Als u in het paradijs bent. Ik heb uw vergeving nodig. Laten we allemaal even onze ogen sluiten. Ons hoofd buigen. Heer Jezus, dank u voor dit moment. Heer, we leven eeuwig. Er is leven na de dood. Er is meer dan dat we kunnen zien. Heere, u bent een eeuwige God. En Jezus, u wil dat wij eeuwig bij u zijn. U heeft ons geschapen om met u te leven. En uw hart breekt als mensen u bespotten en u de rug toekeren. Maar te midden van de bespotting en te midden van alle zonden van de mensen, droeg u de schuld van beide misdadigers. En de ene misdadiger wees u af. En de andere geloofde wie u bent, wie u was. En accepteerde uw vergeving. Heer, en zo bid ik, Vader, voor ieder die hier is. Dat ze ook zullen reageren. Als de misdadiger die zei, heden. Of Heer, denk aan mij als u in het paradijs bent. En u zei, ik verzeker je. Je zult met mij in het paradijs zijn. Als je gelooft in Jezus Christus als Zoon van God. En je neemt het aan wat Hij heeft voor jou gedaan. Dan mag je zeker zijn dat je gered bent. Dat je ziel gered is. Dat als je voor de troon van God komt. Dat die zegt, ja, ik ken jou. Jij hoort bij mij. En je bent voor eeuwig bij mij. Maar als misschien zijn die mensen zeggen, ja Remco, ik weet niet of ik gered ben. Ik weet niet als ik vandaag zou sterven of ik gered ben. Of ik voor eeuwig bij Jezus zal zijn. Er is een twijfel in mij. Misschien heb je nog nooit daarover nagedacht. Weet je? Maar de vraag is, als je morgen er niet meer bent, waar breng je de eeuwigheid door? Laten we gewoon helemaal even onze ogen dicht houden. Om iedereen wat privacy te gunnen. Maar dezelfde vraag stellen die Jezus stelde. Wil je mijn vergeving aannemen? Geloof je dat ik hier hang om jouw schuld te dragen? Geloof je dat ik hier hang om jou te redden? Zodat je voor eeuwig met mij kan leven in het paradijs. En als je zegt, Remco, ik wil zijn als die ene misdadiger. En ik wil Jezus in mijn leven toelaten. En ik wil radicaal zijn. Ik wil niet van twee walletjes blijven eten. Ik wil niet met de zonde blijven spelen. Weet je, er is geen middenweg. Er is of je reageert als de ene misdadiger of als de andere. Het is of ja of nee tegen Jezus. En niet, ja, misschien, misschien, misschien. Nee. Kies heden wie je dienen zal. En dan zegt Remco, ik wil 100% voor Jezus gaan. Ik wil dat mijn ziel gered is. Dan wil je gewoon een moment je hand omhoog steken. En zeggen, Remco, dat ben ik. In Jezus' naam. Dankjewel, dankjewel. Zijn er meer mensen? Maar laat je redden deze morgen. Als Jezus de reddingsboei gooit, dan pak hem. Je hebt een vrije wil gekregen van God. En hij dwingt je nergens toe. Halleluja. Dank u wel, Heer, voor al deze mensen die hun handen hebben opgestoken. Heer, u bent hun redder. U bent de redder van hun ziel.
U heeft hen gekocht en betaald met uw eigen bloed. U heeft hun schuld gedragen. En u zegt, ik vergeef je. Ik vergeef je. En ik denk nooit meer aan je zonde. Je bent gered. Je bent van mij. Er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Dank u wel, Heer. Voor alle mensen, Heer, die hun hand hebben opgestoken. En laten we gewoon dit moment het gebed bidden. Het belangrijk gebed. Wat je bidt als je Jezus in je leven toelaat. Ja, de ene misdadiger had er geen adem meer voor. En had maar één zinnetje. Denk aan mij. Weet je, maar wij hebben onze adem. En wij zitten hier. En wij kunnen dit gebed meebidden. Dus bid mee. Bid me na. En iedereen die het gebed al eens vaker heeft gebeden. Dan bid mee. Heer Jezus. Dank u wel. Dat u daar voor mij hing. Dat u mijn schuld droeg. Om mijn ziel te redden. Ik ontvang uw vergeving. Ik ontvang uw genade. En ik wil een nieuw leven met u beginnen. Red mijn ziel vandaag. Ik ontvang uw vergeving. Vul mij met uw Heilige Geest. En geef mij uw kracht. Geef mij de kracht om u te blijven volgen. In Jezus' naam. Amen. Zullen we deze mensen een applaus geven? Mensen die hun leven aan Jezus hebben gegeven vandaag.